In line with earlier statements by my government, I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Namens het Koninkrijk der Nederlanden leggen hunne majesteiten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers die hier in Zuidoost-Azië zijn omgekomen. Opdat zij met ere mogen rusten. Altijd heel bijzonder voor elk staatsbezoek waar wij gaan, of het nou een land is in Europa vlakbij of aan de andere kant van de wereld. Nederlanders die in het buitenland actief zijn, hebben toch een hele bijzondere band met Nederland. Ze zijn ook min of meer onze ambassadeurs in het land. En via de ogen van Nederlanders in dit land zien wij en horen wij ook wat er speelt in het land, hoe het is om in het land te leven, wat de mooie kanten zijn, wat de uitdagingen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. En het is prachtig om dat ook hier vanmiddag weer te zien. Heel veel dank voor uw ontvangst en heel veel succes. Dank u wel.